Help ons Nederland trots te maken. Dit is Johan. Hij ging 12 jaar geleden op reis naar China en kwam op een idee. Bijna alle theesoorten komen van één en dezelfde plant, de Camellia sinensis. Heel Azië staat er vol mee en wij importeren al onze thee daar vandaan. Maar waarom verbouwen we die eigenlijk niet zelf? Na 8 jaar ontwikkeling hebben we als eerste in Europa een theeplant gekweekt die in ons klimaat kan leven. Dit is Anne. Ze is 3 jaar geleden als theesommelier begonnen met het plukken en verwerken van onze theeblaadjes in allerlei heerlijke variaties. Misschien heb je ons product al gezien in de lokale horeca. Na een aantal jaar op de zolderkamer is iedereen om ons heen laaiend enthousiast over ons product. Maar onze ambities gaan veel verder. Het zit hier misschien in de grond. Vincent van Gogh kwam uit Zundert. We hebben hier het grootste bloemencorso ter wereld. En nu gaan we onze droom waarmaken. Let's make tea local. Je kunt nu al onze plantjes in een pot kopen en er zelf thee van maken. Maar we willen iedereen aan de beste Nederlandse kwaliteitsthee helpen. Naast onze huidige kas gaan we een biologisch theeveld aanleggen. Een grotere verwerkingsruimte bouwen waar Anne en haar collega's beter uit de voeten kunnen. En we bouwen een inspiratiecentrum met theebar en tastinglokaal. Beleef, ruik en proef het theeambacht. Thee uit Nederland, hoe verantwoord is dat? Lokaal, echt en puur. Verser en unieker kan niet. Wil jij ook theegeschiedenis schrijven? Het mogelijk maken dat thee Nederlands trots gaat worden? Help ons, dan doen wij waar we in Zundert goed in zijn. Santé.